je dat? Je ziet ze ook helemaal door die bochten slippen. Ja, dat zijn onze trick boys. Nee, het is wel echt bizar als je dat ziet. Ik moet zeggen, dat zijn een van de beste jongens in Nederland die kunnen driften. Welkom bij aflevering 5 van Entrepreneurs on the Road. En Kevin, yes, we staan hier weer in Zandvoort. Waar begonnen zijn vorige keer in de 9P8. We hebben een beetje geraced. En vandaag gaan we echt racen met een topcoureur, namelijk met Sebastiaan Brekenmolen. Mogelijk gemaakt door zijn bedrijf Race Planet. Yes. Ik heb er heel veel zin in en de auto staat klaar. Kevin, ja. Het seizoen was top. Super. En ik denk dat dit een hele mooie aflevering gaat worden. Oké, Sebastiaan, daar zitten we dan in deze Porsche. Ja, in de 911. Voor jou is dit, je doet dit heel vaak, hè? Je bent coureur. Ja, dit is uiteindelijk, dit is weer even thuiskomen. Je zit weer achter het stuur. Toch wel een van de leukste dingen die je maar kan doen. En zeker als je dan het circuit op mag. Is de Porsche de beste raceauto? Sowieso denk ik wel de beste raceauto, maar de kwaliteit van de Porsche, afzien van de rij-eigenschap, is gewoon een van de beste auto's die je maar kan bedenken. Dus nee, ik ben wel wat op de Porsche fan en dat zijn we uiteindelijk ook echt geworden nadat we met deze Porsches op het circuit zijn gaan rijden. En wat maakt de 911 nou zo'n ongelooflijk goede raceauto? Je hebt eigenlijk de raceauto die wordt echt gebouwd door Porsche in een aparte afdeling. Maar die heeft heel veel overeenkomsten met de straatauto uiteindelijk. En de straatauto, dat is gewoon een en al rijplezier. Dus wat dat betreft denk ik ook dat er ook bijna geen betere is. Je hebt ook nooit technische problemen ermee. En het is echt geen reclamepraatje. De auto's worden hier intensief gebruikt. Maar ze staan echt het minst bij ons in de garage. Oké, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, laten we eens een stukje gaan racen. We are lost. Trainingen voor Renault, het circuit. En dat is langzaam uitgebouwd. Ik ben na mijn gymnasium wilde ik gaan studeren. Toen zei mijn vader van, dat lijkt niet zo goed plan. Jij komt maar lekker werken bij ons. En vanaf dat moment werken wij eigenlijk altijd samen. Mijn broer race fulltime. Die zegt er niet eens tijd voor om te helpen op de zaak. Een enkel keertje na. Maar we zijn wel echt een familiebedrijf. En de laatste stappen, zoals we nu heel erg zijn gegroeid met de BO-motors, dat hebben we samen gedaan. Dus het is fantastisch om een wagenpark te hebben zoals wij hebben, waar mensen van kunnen genieten. En zie jij een link tussen ondernemen en racen? Ja, zeker. Uiteindelijk denk ik als ondernemer moet je ook goed weten waar je mee bezig bent. Ook niet te veel, niet te grote risico's nemen. Dus je kan altijd wel onder de 10% gaan rijden of ondernemen. Maar dat is ook korte termijn politiek, want er komt een keer een moment dat je dan ernaast zit, zeg maar. Dus je moet wel behouden zijn, vind ik, met ondernemen. Aan de andere kant, soms moet je ook wel risico's nemen om bijvoorbeeld in te halen. Wij nemen ons risico's door te investeren in een nieuw wagenpark. We hebben recent 4 Lamborghinis aangeschaft. En hoeveel kosten die? Heel veel. Nee, uiteindelijk kopen wij natuurlijk zonder BPM, want onze auto's komen niet op de straat. Dus dat geldt voor Nederlandse begrip al een aardig bedragje. Maar dat zijn wel zaken, dat moet je terugverdienen. Maar dat zijn wel overwogen beslissingen. En zie je in het race, zie je dat ook terugkomen. Elke inhaalactie moet wel overwogen zijn. Want anders was jij elkaar van de baan af en dan heb je op een moment meer jezelf mee dan de toeschouwers. Ja, je ziet ze ook helemaal door die bochten slippen. Ja, dat zijn onze trick boys. Nee, het is wel echt bizar als je dat ziet. Ik moet zeggen, dat zijn een van de beste jongens in Nederland die kunnen driften. Ja. Ja, drift is eigenlijk gecontroleerd laten glijden van je achterwielen. Ik kan het ook niet zo goed als zij kunnen, want zij kunnen ook nog synchroon. Maar ik hoef ook niet te driften met een auto, want in principe is het qua rondetijd is langzamer. Dus wij gewoon het auto nog min mogelijk laten driften. De Clio houdt gewoon even de Porsche in hier, dat kan niet. Nee, dat kan eigenlijk niet. Maar eigenlijk moet je hem er nu even uittrekken hoor. Deze monsters. Nee, maar ik zit er zo gezellig met je te praten. Dat ik... Maar even voor de kijkers, kan jij deze Clio eruit krijgen nu of niet? Nou, dat zijn de auto's waar ik dit jaar ook in race. Ook in het weekend weer in de Oostenrijk, de Red Bull Ring. Ja. Dat zijn echt hele goede auto's. Dus qua snelheid haalt hij natuurlijk niet tegen een Porsche, maar qua mid-border speed. De snelheid midden in de bocht. Daar doet hij niet onder van Porsche. Het is heel stof. Maar het is ook niet de Clio die je bij de supermarkt ziet staan. Nee. Ik heb zelf ook ooit die Clio gehad, dat dacht ik al. Want hij maakte wel een ander geluid. Ja. We are lost.
daarmee af te sluiten deze aflevering? Ja, die heb ik dus niet. Jij hebt niet? Ja, wel, eigenlijk wel, maar het is een klassieker. Terwijl ik voor deze niet van een klassiek zeg, maar toch wel Porsche 956. Porsche 956. Oké. Okay. Hey, heel erg bedankt. Ja. Ga je de hand schudden. Ja. En ja, ga naar ons kijken. Ik ga zeker kijken. Oké, bedankt. Bastiaan Blekemolen.